pak hem er gewoon met je hand uit. Ik kan beter dan dat. Nee, je moet niet. Beter dan dat. Ja? Nee. Boyd, jij hebt zojuist de onderbroek opgegraven. Hoe was dat en waarom zat de onderbroek eigenlijk in de grond? Het was heel leuk en de onderbroek zat in de grond omdat we gingen kijken of de beestjes wel dat er genoeg beestjes in de grond zitten voor de aarde beter te maken. En wanneer ging de onderbroek in de grond? 2 maanden geleden. Hoe ziet de onderbroek er nu uit? Zo. Is die dan ook aangetast? Beetje. Er zit hier een gat in. Dus. Duurt lang. Hier. Hier zit een gat. Hier. En nog kleine gaatjes. Ik wist nog niet veel over de natuur, maar nu wel meer. Ja, ze hebben hier een onderbroek begraven en dat hebben we eigenlijk door de hele streek is dat gebeurd. Namens de Greenport, bij allerlei mensen, op akkers, bij bolleboeren, maar ook op scholen. En daar wordt gekeken hoe snel die onderbroek eigenlijk afgebroken wordt in de grond daar. En of het dat een beetje verschilt tussen de tuin van een school, de moestuin of op de akkers. Dus zodoende. Deze onderbroek was nog vrij goed in staat. Waardoor kan dat komen? Ja, het was inderdaad nog een helemaal complete onderbroek eigenlijk. En dat hadden we niet helemaal verwacht hier. Ze hebben een leuk moestuintje aangelegd. Maar dat kan onder andere komen doordat het koud is geweest. Het kan komen doordat er te weinig voeding in de bodem zit. En daardoor te weinig beestjes in de bodem zitten. Dus dat is een samenspel van die factoren eigenlijk. Vocht heeft er nog mee te maken. Maar hier is het waarschijnlijk zo dat de moestuin is gewoon eigenlijk nog een beetje heel kaal. En er groeit nog weinig, dus er zit weinig leven waarschijnlijk in de bodem ook nog. Ja, dat is heel flink. We staan hier tussen de tulpen in Hillegom. Waar het voorjaar al langzaamaan begint. En jij hebt ook een onderbroekje in de grond gestopt. Ik heb ook een onderbroekje in de grond gestopt. Die hebben we er zojuist uitgehaald. En er zaten al wat gaten in en was al wat verkleurd. Dus betekent dat het bodemleven goed aan de gang is. Wij doen veel aan het bodemleven, maar dat is juist... Dus voor de teelt doen we compost uitrijden over het land heen. Zoveel mogelijk groen doen om de bodem te stimuleren. Waardoor we minder chemicaliën hoeven te gebruiken. Dat is eigenlijk het idee. En de bollen zo maximaal kunnen laten groeien. Maarten, hoe zijn jullie zo op het idee gekomen om dit te organiseren? Dit is wel eens vaker in Nederland gedaan, die onderbroekenchallenge. Ook in de akkerbouw, maar ook in het buitenland. En wij hadden eerder dit jaar een presentatie van bodemonderzoeken. En toen dachten we, ja, hoe houden we dat nou eigenlijk levend, die presentatie en die inzichten? Dus toen hebben we een aantal deelnemers aan zeg maar, die dag ook de onderbroek meegegeven met de opdracht gaan begraven. Een aantal andere partijen hier in de streek zeiden, nou dat vind ik wel leuk, we gaan hem ook begraven. Dus hij is nu op aardig wat locaties hier in de Duinenbollenstreek begraven. En vandaag wordt hij dus ook opgegraven. Zie je dan ook een groot verschil met de onderbroekjes die overal hebben gelegen? Ik heb nog niet alle foto's gezien. We zijn dus nu vandaag op pad om de resultaten op te halen. Eentje die springt er heel erg uit, die is in een kas begraven. Nou, daar is weinig van over, dat is inmiddels een string geworden. Dus dat laat ook wel zien, het is nu koud, het is december, wat warmte doet met zo'n onderbroek. We hebben hem zojuist dus opgegraven. Best wel wat gaten er al in al. En toch ook wel verkleurd. Ik vind het meer dan ik had verwacht eigenlijk, omdat de bodemtemperatuur op dit moment nog heel laag is. Ik had minder verwacht eerlijk gezegd, maar dat betekent dus dat er veel activiteit is in de grond. Dus dat is alleen maar goed. Ja, positieve uitslag ook voor je bollen, denk ik. Ja, zeker weten. Ja, nee, dit is een goed teken. Ja.